En samen met mijn ponies Poppa en Londa beleef ik de leukste dingen. Beleven jullie onze avonturen gezellig mee? Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is nu dus woensdagochtend en normaal zit ik op school. Maar vandaag heb ik dus vrij gekregen, want ik ga zo meteen met Poppa even trekken naar Ermelo. En wij hebben dus vandaag KNS Talentendag. En daar kan je dus een proefje rijden en dan kan je dus in het KNS Talententeam komen. Dit is dus zeg maar een selectie waar je dus voor kan selecteren. Ik zal er straks nog even meer over vertellen, want eerst gaan we Pop helemaal klaarmaken. En ga ik even de andere paardjes buiten zetten. En Lonnie ook natuurlijk. Ik heb gisteren al mijn spullen afgepoetst. Die hoef ik alleen nog even in de vrachtwagen te leggen. En Poppa is gisteren helemaal gewassen. Dus die gaan we nu klaarmaken. Alleen zijn hoofd is wel een beetje vies. Dus we moeten het nog wel even poetsen. En daarna gaan we dus vertrekken. Nou, Poppy staat op de poetsplek. Hij heeft al een knotje in zijn voorpluk. En mama is nu druk bezig met vlechten. Nu is nog staartjes aan het maken. En zijn staart is ook al helemaal klaar. Lekker glansspray gedaan en uitgeplozen. Dus mama gaat hem nu verder klaarmaken. En hij is een beetje stout geweest vannacht. Kijk, hij heeft hier een vieze vlek. En op zijn hoofd aan deze kant, volgens mij. Ja, hier. Kijk. Hier heeft hij ook een vieze vlek. Dat hoort niet, hè, Pop? Nee. Maar in ieder geval ga ik dat eens even schoonmaken met de muk of vanaf. En dat doe je gewoon op een handdoek. En dan wordt het zeg maar gewoon schuim. Poets je het zo met de handdoek weg en is het ook zo weer weg. Dus het is niet heel veel werk. Maar ja, Pop, ik heb je gisteren helemaal gewassen. Nou, pak even de muk of erbij en een handdoek. Zo. En dan doe ik gewoon zo even een beetje erop. Hoeft niet superveel. Kijk, komt er al schuim uit. Zo. Ja, Pop, ik weet het. Rijk even de camera. Zo. En dan doe je het er gewoon zo op. Ja. En dan gewoon even poetsen. Poppy, blijf staan. Met de ene hand gaat het een beetje lastig, maar kijk, het is hier al bijna weg. Alleen hier nog een beetje, pak ik weer even wat nieuwe. Kijk, hier is het al helemaal weg. Nou, ik sta dus nu even in mijn kast, want ik heb dus net de spullen naar de wagen gebracht. Mijn zadelsingel en mijn laars en mijn hoofdstel. Mijn bondje heb ik ook een wedstrijdbondje, dus die lag gewoon in de wagen. En dan ga ik eens even mijn kast dicht doen, want hier hoef ik nu dus niet meer te komen. En dan ga ik nu dus even de transportbeschermers naar mama toe brengen en de staartbeschermer. En dan zal ik dan even laten zien welke spullen allemaal nu in de wagen liggen. Nou, alles ligt dus in de wagen. Hier, waar Poppy komt te staan, hebben we Flas. Wel een beetje overbelicht. We hebben hier Flas en een hooinetje. En nu loop ik even naar achter in de wagen. Want daar liggen natuurlijk gewoon mijn eigen spullen. Even het bezempje afleggen. Zo. Kijk, hier heb ik dus mijn zadel, mijn singel. Mijn beenbeschermers daarachter hier. Staan mijn laarzen. Dan heb ik hier mijn cap, mijn hoofdstel. Hier nog een wasmand met een handdoek. Nou, dan heb ik hier dus bovenin mijn wissetje. Neusbondjes, nog deo. Hier nog andere handschoenen. Hier nummertjes, sporen, plastron, handschoenen en oornetjes. En dan aan deze kant de dekjes, nog bondje, groentas, extra dekentjes. Dus eigenlijk hebben we nu alles. Dus dat betekent dat we goed voorbereid zijn. Nu ga ik nog even snel mama helpen en ga ik vast even beginnen met de stallen. Want dan zijn die maar alvast af. En dan, omdat het natuurlijk best wel laat thuiskomen. Het is nu bijna 10 uur en ik moet om 2 uur pas starten. Dus we zijn ook pas om 1:30 weer terug, denk ik. En anders moeten we dan ook nog de stallen doen. Dus daarom ga ik nu ook nog even snel de stallen mesten. Nou, Pop is er helemaal klaar voor. Hij kreeg net nog even babyolie op zijn neusje. Dan gaat hij mooi glimmen. Nou, zijn knotjes zijn perfect gelukt. Hij heeft nu een dekentje op. Hij heeft zijn transportbeschermers om. En kijk, mama heeft net ook de staartbeschermer van Bukas eromheen gedaan. Dus wordt de staart niet vies. Echt super handig, want hier achter op de deken zit nog een lipje. En daar haal je die zo doorheen. En dan kan hij ook niet uitzakken. Dat is helemaal toppie, Pop. Heb je hier een beetje zin in? Ik hoop het wel.
En hij heeft nu zo'n mooie halsen om van een nieuwe collectie van Kramer. Die is echt heel erg mooi met van die mooie glittertjes erop. Heel mooi met rosé goud en een lekker bondje, hè, Poppy? Nou ja, de wagen is natuurlijk helemaal ready. Nou, Pop is nu ook ready. Dus dan gaan we nu vertrekken. Zo, Poppy staat op de wagen. Ik heb nog lekker even gewandeld, een paar keer heen en weer. Pop gaat dan gelijk plassen als hij op de wagen staat. Nou ja, ik heb dus al mijn spullen zoals ik al heb laten zien. Dus nu gaan we vertrekken en dan zie ik jullie zo meteen in Ermelo. Nou, we zijn aangekomen. We hebben gelukkig geen file gehad of zo. We gingen om 10:15 weg. Het is nu 12:00, dus we hebben er 1:15 over gedaan ongeveer. En dan gaan we nu parkeren. En dan gaan we even kijken in welke baan we moeten en zo. Maar in ieder geval zijn we veilig aangekomen. En op deze locatie zijn natuurlijk ook altijd de Nederlandse kampioenschappen. Nou, hier ben ik dus al een paar keer geweest, dus misschien herkennen jullie het nog wel uit mijn vlogs. Dus we zijn nu weer op dezelfde locatie. En trouwens ook de Nieuwvoren Sportdag. In september ben ik daar natuurlijk nog heen geweest met Champy. Nou, we zijn dus aangekomen. Ik heb me ook al even aangemeld en ik heb al een jasje gepast. Dus gewoon een softgel jasje en dan kan je die aan als je zeg maar geselecteerd wordt. En ik moet dus binnenrijden. In deze hal moeten we binnenrijden. Dus hier moet ik zo even een proefje rijden. Er is nu al iemand aan het rijden. En het is nu 12:30. Over een half uurtje gaan we rustig opzadelen. En het is niet alleen een proefje rijden, maar daarna krijg je dus ook nog eventjes les. Dus het lijkt net een beetje op een proefgerichte clinic eigenlijk. Want daarna krijg je dus nog tips waar je vast aan kan werken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er zin in. En mama zal natuurlijk ook gewoon alles voor jullie filmen straks met de proef en met de training daarna. Zo, het is tijd dat we ons klaar gaan maken voor ons proefje. Mam, deze moet je nog even open draaien. En ik ga nu even wat eten. En mama gaat ondertussen even lekker stappen met Pop. Ga ik nog even wat drinken, want het is best wel warm. En ondertussen gaat mama even lekker met hem stappen, want hij heeft natuurlijk ook gewoon lang op de wagen gestaan. Ja, Poppy? Heb je er een beetje zin in? Herken je nog waar we zijn? Ja, jij bent hier al een paar keer geweest, hè? Nou, gaan we even losmaken. Zo. Poppy knappert. Ja. Zo, Pop is er al helemaal klaar voor. Hij heeft zijn zadel op, zijn beschermers om, hoofdstel om. En ik heb mijn laars zo aan nu. En ik heb mijn knotje ook nog even gemaakt. Dus nu ga ik zelf mijn cap en mijn jasje aandoen. En dan gaan we daarna losrijden. Nou, we zijn er helemaal klaar voor. Mama is nog even wat aan het pakken. Ik ben er ook helemaal klaar voor. Dus ik heb er zin in. Het is wel heel warm hier. Bij ons hebben we natuurlijk altijd nog lekker een windje, omdat we aan de kust wonen. Maar hier staat gewoon niet eens wind. De bomen bewegen niet, dus... Het zonnetje komt weer lekker door, maar op zich wel lekker. We kunnen niet klagen. Maar in ieder geval gaan we dus nu losrijden. Gelukkig mogen we wel binnen. Daar is het nu al koeler als hier. Dus dat is wel fijn. En dan gaan we daar eens ons proefje rijden. Nou, Johan is nu aan het losrijden. Thank you.
Zo. En zo is het een keer schouder weer naast de tijd pakken. Goed, ze doen zo weer een keer uittrekken. Zo, niet meer. Niet meer, heel goed. En ze terug. Nou, Pop en ik hebben dus net gereden. En ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden. Het loszij ging wel fijn. Mama hielp me natuurlijk gewoon. Toen heb ik mijn proefje gereden en daar zat ik de bondscoach en de trainer. En daarna heb ik later nog even les gehad. En ja, op zich liep hij wel fijn, maar ja, de trainer paste gewoon niet helemaal bij mijn rijstijl, vond ik. Dus maar ja, tuurlijk, daar leer je ook wel weer van. In ieder geval hebben we alle spullen weer opgeruimd. En Pop staat natuurlijk weer op de wagen. Dus nu gaan we lekker weer naar huis. Nou, we zijn dus weer terug op stal. We hebben de klep net open gedaan. Ik ga Poppy losmaken. Inmiddels is het ook al 5:30. Dus onze hele dag is alweer voorbij bijna. Lonnie staat al lekker binnen. Die is al binnengehaald. En de hele touw zit onder het hooi. Maar Pop ga ik nog even buiten zetten. Zodat hij nog even kan rennen of zo. Of even gras kan eten. Ja, hij heeft natuurlijk ook de hele dag niet buiten gestaan. Hij heeft bijna de hele dag op de wagen gestaan. Kom maar, jongen. Wat zie je? Je ziet de balen, hè? Ja, ze hebben weer hooi van het land gehaald. Ja. Oh. Braaf. Mag Poppy even lekker naar buiten? Nou, Pop staat even lekker in het landje. Alleen, ze zijn daar... bezig met de balen in te pakken. Dus vond hij een beetje spannend. Maar kan hij nog even lekker eten. Hey Bobje. Niet rollen. Nou, inmiddels ben ik dus weer thuis. Maar ik weet dus nog niet of ik geselecteerd ben. Want dat hoor ik dus later. Dus zodra ik dat weet, laat ik dat jullie natuurlijk snel weten. Nou, inmiddels is het dus alweer 3 weken later. En ik wist natuurlijk niet gelijk de dag daarna of ik wel of niet geselecteerd was. Maar ja, dus daar moest ik natuurlijk allemaal even goed over nadenken. En het is dus nu een paar weken later en ik heb dus nu de uitslag. En ik ben dus geselecteerd. Ik ben er echt super blij mee. Mama die maakte me s'avonds nog wakker, want ze kreeg later een mailtje. En ja, ik was echt super blij. Ik was half aan het slapen. Maar ja, ik was echt super blij toen mama dat aan mij liet zien, de mail. Maar ja, echt super tof in ieder geval. Maar ik heb aan het begin van de video gezegd dat ik dus nog even wat meer over zou vertellen. Maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan in echt de wedstrijddag, zeg maar. Dus dat je je proefje moest rijden. Want ik heb hem al geëdit. Dus ik dacht, ik ga het nu nog even goed uitleggen. Zodat jullie echt alles snappen van deze video. Nou, je kon je dus gewoon voor inschrijven via mijn KNS. En dat heb ik dus gedaan en toen mocht ik dus meedoen. Maar het is dus niet voor de klasse BNL en M. Nee, het is voor de klasse Z2 ponies. En ook voor paarden, junioren, jongrijders. En het is voor dressuur, springen en eventing. Nou ja, ik deed natuurlijk mee aan dressuur en dan Z2 ponies. Je hoeft hier nog geen internationaal voor gestart te hebben. Dat heb ik natuurlijk wel gedaan. Maar ja, daarom mocht ik dus ook meedoen. Dus als je bijvoorbeeld M2 rijdt, mag je hier dus niet aan meedoen. Het is echt alleen voor het hoge niveau. Niet dat M2 heel laag niveau is, zeg maar. Maar het is echt voor Z2 en hoger. Maar in ieder geval was dus op 3 september was dus de dag. En het was dus op het KNS-terrein in Ermelo, waar ik natuurlijk al een paar keer NK's heb gereden. En ook de Nivoer Sportdag heeft daar plaatsgevonden. En hier was dus ook die dag de KNS-talentendag. Nou, als eerst moesten we dus ons proefje rijden. Mochten we zelf gewoon losrijden. Ik moest toevallig binnen starten, maar we moesten ook heel veel buiten starten. Maar omdat er zoveel meededen, paste het allemaal niet buiten. Dus moesten wij lekker binnen. Maar daar was ik heel blij mee, want het was super warm die dag. Maar in ieder geval hebben we zelf dus losgereden. Toen moest je je proefje rijden. En toen stond er een bondscoach naast de ring. En ook een jury. Nou, die heeft dus gewoon mijn proef gejureerd. En de bondscoach ging echt specifiek kijken waar zij of hij jou op kon selecteren. Echt bijvoorbeeld hoe je de oefeningen rijdt. Of je je oefeningen verbetert. Als bijvoorbeeld de ene schouderwinnaar slecht ging. En de andere weer heel erg goed. Zien ze echt een beetje die technische dingen. Of je dat allemaal een beetje door hebt. Dus ze hebben waarschijnlijk niet alleen gekeken naar de punten die je hebt gehaald. Maar ze hebben ook echt naar het rijtechnische gekeken. En je eigen inzet, je eigen houding. Of je al denkt van, oh, die oefening ging slecht. Ga ik de volgende supergoed rijden. Dus ook een beetje, ja,
je eigen gedrag op je pony, zeg maar. Niet dat je denkt, oh, die oefening ging slecht, laat maar lekker zitten. Nee, ze gaan echt ook kijken naar hoe je jezelf, zeg maar, verbetert in je proef als er iets fout ging. Nou, mijn proefje ging daar op zich wel heel erg lekker. Dus ik was eigenlijk heel erg tevreden. En daarna hadden we dus nog een kwartiertje training. Dat kreeg iedereen daarna. Nou, bij mij ging die training op zich wel goed, maar de trainer paste niet helemaal bij mijn rijstijl, zeg maar. Maar ja, dat kan je natuurlijk allemaal wel een keer hebben. En dat was eigenlijk de dag. Toen zijn we daarna naar huis gegaan en hebben we dus nu een paar weken later het berichtje gehoord. Maar ik sluit nu dus deze video af, maar ik ga er zeker nog meer video's over maken. Want de trainingen beginnen dus in november, december. Want je krijgt dus, als je hier geselecteerd voor bent, krijg je dus 10 trainingen, 10 belofte trainingen. En die gaan dus ongeveer per november, december in. Maar daar krijgen wij later nog informatie over. Dus eigenlijk weet ik daar nog niet heel veel van. En in oktober hebben we dus ook een bijeenkomst met alle geselecteerden volgens mij. En dan is er echt een hele leuke middag met masterclass. En krijg je ook je jas uitgereikt. Want dat heb ik ook al gezegd. Ik moest namelijk een jas passen. En die krijg je dan dus ook. Echt heel erg leuk. Maar daar ga ik jullie later nog een keer meenemen. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen als jullie ook super blij zijn dat ik geselecteerd ben. Ik in ieder geval wel. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doei!